Vadim Shakshabayev is de naam. 19-jarige debutant uit de Sovjet-Unie. 17e op de 500 meter. Maar een man waarvan men zegt dat hij een goede 1000 meter kan rijden. Zijn persoonlijke record daarop staat overigens niet sterker dan 1.14.31. Zijn tegenstander is Harry Ilka, de Fin. Opening 17.08. En dat is een mooie opening. En misschien heeft u meegeluisterd met de speaker die inderdaad nu de beslissing van de scheidsrechter bekend maakt dat in rit 12 de Nederlander Gerrian van der Brink is gedisqualificeerd. En dat heeft vervelende consequenties. Eerst even de tussentijd. 45-30 voor Shakshabayev. Redelijke tussentijd voor deze jonge Rus. De consequenties van de disqualificatie van Gerrian van der Brink zijn dat er nu waarschijnlijk volgend jaar maar 2 Nederlanders mee mogen doen. Van der Brink komt dus zeker niet in het klassement voor. Die komt helemaal niet in voor. En Hans Jansen zal zich niet bij de eerste 20 weten te plaatsen op grond van de prestaties van vandaag. Dat zal dus alleen Gerard van Velde kunnen. Met andere woorden, Nederland verspeelt hier bij de mannen een startplaats voor volgend jaar. Eindtijd van Shakshabayev 1.16.08. Harry Ilka 1.18.46. De uitslag van de 1000 meter mannen. Zielesowski wint dus met die mooie 1.13.85 voor Toshiyuki Koroiva, Andrei Bakhvalov en niet verder aan de vierde plaats komt Uwe Jens Maai op de 1000 meter. De andere twee Japanners, Fujimoto en Yasushi Koroiva, doen het ook op deze afstand zeer behoorlijk. En Gerard van Velde kunnen we dan nog melden op een tiende plaats in de uitslag van die 1000 meter. Als we gaan kijken naar het totaalklassement na twee afstanden. Dat wordt aangevoerd door Igor Zielesowski met 3/10 punt voorsprong op Uwe Jens Maai. Spanning dus morgen. Toshiyuki Koroiva is de beste Japanner, Andrei Bakhvalov de tweede Rus, dan Yasushi Koroiva en Dan Jensen, toch op voorhand een van de favorieten, staat voorlopig op een zesde plaats.